Een heel fijne podcastochtend allemaal. Welkom bij nog eens een aflevering van See Through the Stars. We hebben vandaag een donkere maan in vissen. De maan is gisteravond in het teken vissen gegaan. En in dat teken vissen vinden we ook de zon, Venus en Neptunus op het moment. Dus dat wil zeggen dat we richting een nieuwe maan gaan. Maar we zijn er nog niet. Dus het allerlaatste stukje van de maancyclus, dat noemen we een donkere maan. En die donkere maan in het teken vissen, dat is niet gewoon. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat is echt een donkere maan. Waarom? Vissen is het allerlaatste teken van de dierenriem. Want stilletjes aan gaan we richting ramseizoen. En dat is het begin van een nieuw astrologisch jaar. Dat is het begin van de lente. Dus vissen is astrologisch gezien het einde. En tegelijkertijd het begin van een nieuw begin. Dus de maan zit nu op het einde van het allerlaatste stuk. Om het begin te starten van een nieuw begin. Ingewikkeld, hè? Dat is ook vissen. Dat zijn de twee vissen, gelijk dat ik dat nogal eens zeg, die in de tegenovergestelde richting zwemmen en toch elkaar tegenkomen. Nu, dat niet alleen, dus we zitten hier met een donkere maan in vissen. We zitten ook met een planeet Mercurius, die dat eigenlijk net uit zijn schaduwperiode aan het komen is. En wat is dat nu weer? Dat is ook weer zoiets donker. Mercurius is retrograde gegaan. Heeft een hele tocht in een astrologische cirkel achteruit gegaan. En weer terug direct gegaan. Maar dat stuk dat hij overlapt, zonder dat hij nog in nieuw gebied gekomen is, dat noemen we de schaduwperiode. Dus dat wil zeggen dat we vandaag eigenlijk in een heel schaduwdonker stukje zitten, in het allerlaatste stukje zitten, van iets dat nieuw op gang gaat komen. En dat is wel een heel mooi stuk. Die overgang. Van alles naar het niks brengen, om dan terug iets nieuw op te bouwen. Een soort van nulpunt bereiken. Ze maken het ingewikkeld vandaag, hè? Ik ga het ietske losser zeggen. Alles wat je nog dient nog los te laten voor iets nieuw te beginnen, dat gaat er vandaag doorgepusht worden. We hebben dat al een hele week gevoeld. Ik toch in ieder geval, maar misschien anderen ook. Stukken die dat al heel lang op uw lijstje staan om af te ronden, om af te werken, om een keer op de agenda te zetten en het een keer voor altijd af te ronden, die stukjes, die zijn naar boven gekomen. En die gaan dat vandaag nog doen. Dus als er iets is, vooral van wat dat uw ziel nodig heeft dat jij loslaat, dan gaat dat vandaag naar de oppervlakte komen. En dan kan ik u maar één ding
aanraden van laat het inderdaad los of doe er iets mee zodanig dat je het kan loslaten. Want dat zijn nu de stukjes dat uw ziel echt nodig heeft. Vissen is het teken van de ziel, is het teken van het groter geheel, het allergrootste universeel geheel, de onvoorwaardelijke eenheid. Al die kleine stukjes die dat er nu nog door moeten, die dat nu nog eruit moeten, weg moeten, dat is nodig voor uw zieltje. Want morgen zitten we op een nieuwe maan. Een nieuwe maan in vissen. Op 23 graden vissen. Dat wil zeggen, 23 graden vissen is helemaal het laatste stukje van vissen. Dus dat is echt het stuk die zich klaarmaakt voor een nieuw begin. Daar wordt echt alles afgerond. Daar wordt echt alles klaargestoomd om een nieuwe geboorte te laten komen. Om de zaadjes naar boven te pushen en te laten ontspruiten, zodanig dat in ramseizoen alle nieuwe plantjes naar boven gaan komen. En moest het nog niet genoeg zijn, dan zitten we ook met die nieuwe maan. Die maakt een hele potentiële verbinding met de planeet Pluto in steenbok. Dus ook daar ga je zien dat Pluto, de god van een onderwereld, ook de planeet van het grote loslaten, de grote dieptes, die gaan meehelpen om alle laatste stukken te zuiveren. Om u echt helemaal naar beneden te trekken, zodanig dat je echt wel alle stukken nog kunt loslaten. En zodanig dat je naar een nieuw begin kunt groeien. Zodanig dat je naar die phoenix kunt gaan die dat echt kan herrijzen. Dus die nieuwe maan, die heeft al een stevige achterban. In dit geval Pluto. Dus ons onderbewuste, dat gaan we enorm voelen spelen. En hoe zit dat nu in de praktijk? Want uw onderbewuste voelen spelen, ja, wat wil dat zeggen? Ah wel, dat wil zeggen dat je soms dingen doet waarvan dat je denkt, wat heb ik nu juist gedaan? En hoe kom ik daarin bij? Hoe kom ik daar nu bij om dat nu te doen, of om dat nu te zeggen, of om dat nu te schrijven? Het flapt er gewoon uit. Dat is een combinatie als Pluto en die nieuwe maan in vissen gaan samenwerken. Dat is al één puntje. Maar niet alleen dat. Die nieuwe maan in vissen, die staat ook samen met de planeet Neptunus, de god van de zee, de god van de grote zee, de grote oceaan, het grote vat van emotie, en de planeet Venus, de schoonheid zelf. Niet alleen de schoonheid, maar ook het materiële, ook het verlangen, ook het relationele. Dus niet alleen krijgen we een nieuwe maan met Neptunus, laat ons zeggen Neptunus, het boegbeeld van de onvoorwaardelijke liefde, en Venus, het boegbeeld van de voorwaardelijke liefde. In een nieuwe maan met Pluto op de achtergrond. Dit is zielsgestuurd. Dus als je verzet voelt, als je voelt dat
dat er dingen van u worden gevraagd, dat uw lichaam, dat er een kracht is dat u ergens naartoe duwt, en je gaat in verzet, dan ga je eigenlijk in verzet tegen uw eigen ziel. Dan ontloop je een beetje de lessen die dat uw zieltje hier komt leren. Nu, die keuze hebben we. Dat wil ik er alvast even bij zeggen. Die keuze hebben wij allemaal. Dus het is oké, wat dat er ook gebeurt, hoe dat je daar ook op inspeelt. Het is oké. Want het komt gelijk dat het komt. En wat wil ik daarmee zeggen, het komt gelijk dat het komt? Is dat we niet mogen vergeten dat daar nog twee planeten staan, in Waterman en in Stier, die te maken hebben met onze bewustzijnsgroei. Met ons karma. Met ons loon voor ons geld. Of loon naar werk. Dat wil zeggen dat we de verantwoordelijkheid dragen voor onze keuzes. Dat we zelf de verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen keuzes. Goh, zwaar en toebak, hè? Ja en nee. En die nee komt vooral van Venus en Neptunus. Want die geven echt wel het roze dekentje er rond. Die geven echt wel zoiets van, kom aan, we gaan er gewoon voor. We gaan gewoon voor een nieuwe start. Vanuit het diepste van onze ziel. Dus deze nieuwe maan is ideaal om een keer te gaan zien wat dat uw zieltje echt nog verlangt. En wat dat je daar nu wilt voor doen de komende maand. Welke stappen dat je de komende maand daar wil voor maken. Welke creatieve stappen dat je daar wilt voor maken. En dan zou ik zeggen dat deze week eigenlijk nog een ideale week is. Laat ons zeggen tot woensdag ongeveer. Om die ideeën te bedenken. Want tot woensdag hebben we Mercurius nog steeds in Waterman, maar in nieuw gebied van Waterman. Dus het experimentele, het zoeken, het vernieuwend zoeken, de nieuwe ideeën gaan zoeken in hoeken dat we dat nog niet hadden gedaan, dat komt enorm naar boven. Dus, laten we zeggen vanaf zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Dat zijn momenten waar dat we echt heel veel potentieel hebben naar nieuwe dingen. En we zitten met een lente dat op komst is. Dus sowieso hebben we dat gevoel al van, ja, we zijn er klaar voor. We zijn er klaar voor om echt opnieuw te beginnen. De maan. Die gaat ook nog helpen na haar nieuw stukje, naar haar vernieuwing met de zon, gaat zij direct, zondag, direct in ram gaan. Dus je voelt al direct die kracht van, ja, begon dat toen. Dus heel veel drijfkracht, heel veel drijfveren. Mars staat nog steeds in tweeling, dus het kan zijn dat je daar een klein beetje hyper van bent, van... Ja, hè, heel enthousiast, soms een beetje super enthousiast, dat je ofwel over je woorden valt, ofwel over je voet valt, ofwel dat je drie dingen tegelijk wilt doen en dat dat eigenlijk niet lukt. Dus ik zou zeggen, probeer een klein beetje rustig te blijven en u te focussen. En daar gaat de planeet Saturnus ook weer helpen. Want Saturnus in Waterman, die maakt, of die begint een hele mooie verbinding te maken, een hele mooie driehoek te maken met Mars. Dus dat wil zeggen, als Mars dat vol enthousiasme heeft, heeft Saturnus zoiets van,
Ja. Met uw ideeën, het is goed, hè? Maar we gaan dat stap voor stap aanpakken. Want anders loopt jij je eigen voetjes voorbij. En dat is een ideaal duo. Mars en Saturnus. Excuseer. Dus heel goed om nieuwe dingen op te starten. Uw focus erbij te houden. Uw verantwoordelijkheid ervoor te dragen. Maar alles is nodig om echt grootse dingen te doen. En dan komen we weer bij die nieuwe maan. Want de nieuwe maan op hetzelfde plaatsje als Neptunus en Venus, dat is een enorm idealisme. Dat is een enorme grote kijk op dingen doen. Soms een beetje te groot. Maar ik zou zeggen, als je er niet van droomt, hoe kun je het dan ooit verwezenlijken? Als je het nog niet in je fantasie gehad hebt, hoe kun je het dan ooit krijgen? Als je het je nog nooit gevisualiseerd hebt, ja, hoe wil je dan dat je verlangen opgewekt wordt en je drive opgewekt wordt om het wel degelijk te manifesteren? En daar gaat die nieuwe maan over. Van durf dromen. Durf dromen. Durf fantaseren. Zodanig dat uw gedachten en uw manifestatiedrang naar een bepaalde richting worden geduwd. En zodanig dat je ook daarnaar kan leven en het wel degelijk op den duur kan manifesteren. En als je dan een klein beetje Saturnus dicht bij u houdt, dan ga je dat realisme min of meer een beetje bijhouden en daar de juiste balans in vinden. Dat is prachtig. Dat is prachtig, want dan krijg je echt dingen gedaan waar dat je achteraf van zegt, wow, heb ik dat al gedaan? Is dat zo gegroeid? Wauw, zeg. Dat is een nieuwe maan, gelijk dat we ze gaan krijgen. Mogelijkheden, ongelooflijk. Natuurlijk hangt er altijd een kantje aan. Ga je daar te ver in, dan heb je illusie. En dan heb je achteraf desillusie. Dus ik zou zeggen, hou een open mind. Hou een open mind van, we gaan dat gewoon proberen. Lukt het? Des te beter. Lukt het niet? Oké, ook goed. Dat is een beetje dat realisme. Lukt het niet? Maar dan proberen we iets anders. Lukt het wel? Wauw. Ga je enkel voor, ja, het lukt. Dat is ook goed als het dan lukt, maar als het niet lukt, dan kan het pijn doen. Met Neptunus, met Venus erbij, in het teken vissen, gaat dit over projecten, over relaties, over de band met kinderen en met dieren en met de natuur in zijn geheel, de zielsband, de zielsconnectie. Het gaat over kunst, het gaat over creativiteit, het gaat over mensen helpen, het gaat over gewoon hulpvaardig zijn, een hart voor het leven. Daar gaat het allemaal over. Over in connectie gaan met elkaar, in een onvoorwaardelijke connectie gaan met elkaar. En als je daar dan bij stilstaat, is dat nu niet net wat we nodig hebben op dit moment? In onvoorwaardelijke connectie met elkaar kunnen gaan? Welke keuzes er ook gemaakt worden? De vrije keuze van mensen respecteren? Misschien hebben we dat wel allemaal een beetje nodig. En dat maakt ons klaar om de lente te beginnen.
En die maan in Ram, vanaf zondag, die gaat dan een beetje dat gevoel geven van ja, het is zover. Er komt schwung in. Vanaf dinsdag, maandag dinsdag, blijven we met die maan in Ram zitten. Maar dan gaat die maan in Ram een vierkant gaan maken, dus een moeilijkere verbinding gaan maken met de planeet Pluto. En dat is een klein beetje die power struggle. We moeten even doorbijten, we moeten even doordoen om echt wel te zien van, kom aan, kan ik dat niet? We gaan dat toch even proberen, we gaan een tandje bijsteken. Om dan woensdag met een maan in stier te komen, waar dat het allemaal een beetje rustiger wordt, maar waar dat er wel heel frivole en frisse inzichten kunnen komen, want ook weer, gelijk als elke maand, botst de maan daar op de planeet Uranus. Dus ook daar gaan we weer even een wervelwind krijgen van woe, dat was een nieuw inzicht. En daar kunnen we ook weer mee verder. En diezelfde woensdag, en dat kan ons een klein beetje van stuk brengen, diezelfde woensdag gaat de planeet Mercurius weg uit Waterman en komt hij of zij, en mag zelf kiezen, in vissen terecht. En dan kan er een klein beetje verwarring ontstaan, want als het teken Waterman een hele sterke focus heeft, weet wat dat een wilt, naar scherpe ideeën gaat en bij zijn gedachten blijft, gaat Mercurius in vissen ineens een beetje duizelig in het hoofd, een beetje woozy, een beetje licht in het hoofd. En met licht bedoel ik dan niet klaarte, maar luchtigheid, een beetje alsof dat het verdampend water is dat in die hersenen terechtkomt. Dus dat kan zijn dat je een klein beetje naar het oriëntatie gaat. En dat je daar net bepaalde ideeën gaat nemen die niet meer zo realistisch zijn. Die dat er een beetje over gaan. Maar ook daar kunnen twee kanten uit. Want het kan net dat beetje hoop, extra hoop zijn, dat beetje naïviteit zijn dat je nodig hebt om dan net wel even dat stapje meer te zetten. Een klein beetje dat frivole te hebben en te zeggen, woehoe, we gaan ervoor. En dan krijgen we donderdag. Dan krijgen we een maan op het einde van stier, die dan een heel mooie verbinding maakt met Venus en de zon. En ook een heel mooie verbinding met Pluto. En dat gaat het dan weer een beetje stabiliseren. Dus je ziet, het is weer een rollercoaster, maar in dit geval duwt hem ons naar een bepaald punt. En om u een klein tipje van de sluier nog op te lichten van wat er komende is, want Venus en de zon die staan heel dicht bij elkaar en die blijven dat doen, dus die doen dat eigenlijk vanaf vandaag al, en die blijven dat doen tot ongeveer de 26e nog. En dan pas gaat Venus de zon voorbij. Dus dan pas krijgen we Venus terug als een ochtendster. Wat zit er nog aan te komen? Die nieuwe maan is een stukje in het geheel van een equinox op de 20e. En ook een stukje voorbereidend op die 26e, wanneer dat Venus de zon voorbij gaat. En een stukje van de volle maan, de 28e.
wat dat we dan echt compleet al in ramseizoen zitten. En waar dat we echt volledig vooruit gaan. Ik zou zeggen, geniet ervan. Pak een boekje voor al uw intenties in te zetten. Die dat je vanuit uw zieltje, vanuit uw hart nog wilt manifesteren. En ga daar alvast even mee aan de slag. En dan zien we wel wat dat er van die zaadjes ontspruit in de lente. Een fijne nieuwe maan gewenst en een fijne verdere week gewenst. Dan hoor ik jullie graag volgende week terug. Bye bye.